En van harte goeiedag, beste kijkers. En welkom bij deze ATV COVID-19 update. Het is alweer de 48e aflevering. En in dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname ook in haar greep houdt. De teller is nu op 44 COVID-19 positief geteste personen. Het aantal actieve gevallen is nu op 34. Gezien het drastisch toegenomen aantal gevallen heeft president Desi Bouterse gisteren strenge maatregelen afgekondigd. De partiële lockdown zal vanaf vandaag in heel Suriname gelden en vanaf 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Samenscholingen worden teruggebracht naar maximaal 5 personen. De aangekondigde versoepelingen worden per direct teruggedraaid. Crèches zijn vanaf vandaag weer gesloten en heropende markten gaan weer dicht en alle bedrijven moeten terug naar de hoogste voorzorgsmaatregelen. Casino's en horeca zullen wederom gesloten zijn voor bezoekers. En onze gast voor vandaag is de infectioloog Steffen Vrede. Met hem staan we stil bij de ontwikkelingen rond COVID-19. Welkom, dokter Vrede. Dank u wel. En de nieuwe situatie waarbij we dachten dat het komt allemaal goed en wel, geen nieuwe gevallen. En ineens, boom, als raket de lucht in. Hoe gaat u om met de situatie? Nou, het is een nieuwe situatie, maar we hebben nooit gezegd dat we klaar waren met COVID. We wisten dat er opnieuw uitbraken zouden optreden. Je kan ook niet anders verwachten als je weet dat er in ons buurland al meer dan 100.000 gevallen zijn, waarvan ook een enorm aantal doden, ik geloof dat zelfs het dode aantal 100.000 is. En met onze poreuze grenzen, zowel landsgrenzen als zeegrenzen, kan je verwachten dat mensen vanuit die landen hoe dan ook hier naartoe komen. We wisten dat dat al gebeurde. Dus wij hebben ons zo goed mogelijk erop voorbereid om uitbraken te containen, te beheersen. Maar we wisten dat ze zouden komen. Maar terwijl de bevolking in een hoera-stemming was, waren de medici niet echt in een hoera-stemming. Want u zegt, u verwachtte die uit. Nou, wij hielden er rekening mee en we waren continu bezig. Vandaar dat we alle faciliteiten ook in place hebben gehouden om zo'n uitbraak te kunnen beheersen. Maar we hebben de bevolking ook steeds proberen te melden dat wij niet klaar zijn met COVID. Ik bedoel, de avondklok was beperkt van 11 tot 5 uur 's ochtends, maar er was wel een avondklok. Er werd steeds gezegd van afstand houden. De verkiezingen zijn echt in COVID-mode uitgevoerd. Dus voor een ieder was het duidelijk dat wij, wat ons betreft, niet klaar waren met COVID. Ja. En voor de duidelijkheid, hebben we die nieuwe gevallen bij omdat er meer personen getest zijn? Of zijn er echt nieuwe gevallen gemeld omdat met verschijnselen? Nou, het zijn echt nieuwe gevallen gemeld met verschijnselen. Wij hebben altijd mensen met bepaalde verschijnselen en ook met bepaalde reisgeschiedenis of bepaalde contactgeschiedenis hebben wij altijd getest. Wij hebben vanwege de veranderde epidemiologische situatie in de omgeving hebben we ook steeds ons testbeleid daarop aangepast. En de kustwacht die was ook al actief op de rivieren omdat wij wisten van er kunnen mensen uit Brazilië niet alleen via Frans-Guyana of via onze zuidkust, maar ook via zee komen. Ja. En het eerste geval, het elfde geval, dus na die initiële 10, dat was iemand die uit Brazilië kwam met een schip. En die hebben wij op dat schip kunnen aanhouden. Dus die alertheid die is er altijd geweest, omdat wij wisten, ik bedoel, als je een beetje de epidemiologie van de regio bekijkt, dan weet je waar het risico is. En dat is dan ook gebeurd. Maar helaas zijn onze grenzen, ook onze zeegrenzen, zo poreus dat ook via zee er mensen het land in kunnen komen. En wij hebben sterk het vermoeden, althans ik heb sterk het vermoeden, dat deze outbreak te linken is aan Brazilianen die het land zijn binnengekomen en die wij niet hebben ontdekt. Ja. En die is het gaan verspreiden? Nou, verspreiden. Gelukkig kunnen wij de meeste gevallen die nu zich in Paramaribo voordoen, kunnen wij herleiden naar Albina. Ja. En u weet, Albina dat is onder andere een plek waar illegale Brazilianen
of terechtkomen of van daaruit naar de goudvelden reizen. Een ander geval is inderdaad een behoorlijk geïsoleerde goudmijn. Dat is het geval van, hoe heet het, Assisi Creeky, dus in de buurt van Bensdorp. Daarvan hebben wij ook heel sterk het vermoeden dat het te maken heeft met iemand die uit Brazilië in dat gebied terechtgekomen is. Omdat COVID komt niet uit de grond. Je moet echt iemand hebben die in dat gebied komt met COVID, waardoor die het op anderen overdraagt. En als we kijken naar wat is de meest waarschijnlijke plek, dan moet het toch wel iemand zijn uit Brazilië die daar gekomen is. Omdat de Fransen nu eigenlijk hun hele westelijke gebied, dus voor ons het oosten, heel goed gecontroleerd hebben. Daar hebben ze de afgelopen weken, misschien meer dan een maand, geen nieuwe gevallen. Zij hebben hun land ook intern afgesloten, waardoor die gevallen die ze aan de kant van de Braziliaanse grens, dus de gebieden van Oiapoque en Camopi, daar hebben zij ook een outbreak, want zij zitten inmiddels ook op meer dan 400 gevallen. Allemaal vooral mensen die uit Brazilië komen. En dat proberen ze te containen, dat gebied hebben ze zo goed als mogelijk afgesloten van andere delen van het land. En dat zijn ook de maatregelen die wij nu wij een uitbraak hebben in Suriname, hebben geïmplementeerd. En het is belangrijk dat de mensen weten dat deze dingen worden niet gedaan om ze onaangenaam te zijn. Maar deze dingen doen we echt om te zorgen dat waar er een uitbraak is, dat je die zo snel mogelijk kan inperken. Ja. Dat je de mensen kan isoleren en dat je voorkomt dat ze het op anderen overbrengen. En als je dat niet doet, dan heb je binnenkort een enorme verspreiding. En er zijn mensen die zeggen van ja, maar de economische impact en de scholen, et cetera. Maar kijk, als je niks doet, dan is er ook een economische impact. Want dan heb je op een gegeven moment gewoon geen bedrijfsleven meer. Ja, dus ook geen mensen. Je hebt geen keus. Ja. En kunnen we spreken van community spreading? Want zeg van, als je de bron kan herleiden, is het nog geen community spreading. Maar nu wordt de term wordt toch wel nu gebruikt. Is er nu wel community spreading? Nou kijk, wij zijn op dit moment nog steeds aan het inventariseren. En het ziet er naar uit dat alle gevallen die wij nu detecteren, dat die wel terug te leiden zijn naar een bron, die ook weer terug te leiden is naar een ander. Dus ik zou nog niet zeggen van er is community spread. Aan de andere kant zeg ik van als er infectie op infectie optreedt, dan kan je wel zeggen van ja, ze komen allemaal daar vandaan. Maar op een gegeven moment maakt het niet meer uit of het community spread is of niet community spread. Ja. Op een gegeven moment heb je zoveel infecties in je samenleving dat je toch bewegingsbeperkingen moet opleggen aan de mensen om te voorkomen dat inderdaad de ene het op de ander overbrengt. Ook al weet je waar het vandaan komt, op een gegeven moment gaat dat zo ver. En als er 10 of 20 verschillende mensen geïnfecteerd zijn vanuit één cluster, dan heb je op een gegeven moment geen zicht meer op wie die 10 of 20 mensen inmiddels hebben gecontact. Ja. En dan moet je even zeggen van jongens, nu even allemaal thuis blijven, nu even zo min mogelijk naar de supermarkt, nu even mondmaskers en al die zaken als je in grote groepen mensen komt. Ja. Gewoon om even te zorgen dat de verspreiding niet meer onbeheersbaar wordt. Ja, u zei het net in zoveel woorden, maar is het nu ernstig? Want een heleboel mensen worden, ik wil niet meer, het woord bang is een understatement nu. Mensen zijn bijna paniekerig geworden. Nou, kijk, ik zeg altijd paniek en ook angst is een slechte raadgever. We hebben reden tot ongerustheid. Maar juist dan moet je je hoofd koel houden. Je moet ervoor zorgen dat je de maatregelen die door de overheid worden verkondigd, dat je die volgt. Als men zegt, blijf zoveel mogelijk thuis, dan moet je niet zeggen, ik ben zo doodsbang, ik ga mijn angst vieren bij mijn vrienden. Want dat is niet rationeel. Ja, dus je moet die regels volgen, blijf thuis, houd die afstand, zorg voor handhygiëne. Dus er is COVID in het land nu en het is op meerdere plaatsen. En dat betekent dat we ons hoofd koel moeten houden en dat we moeten handelen om te zorgen dat dit beperkt wordt. En het toegenomen aantal, komt het ook door de mensen die in quarantaine waren, de repatrianten, hebben ook een deel daaruit? Want ik ving zoiets op dat iemand die uit
in quarantaine was, een van de repatrianten toch wel... Nee, dat is, naar mijn weten is dat niet het geval. Althans niet, kijk, we hebben mensen uit, in quarantaine die dus uit Nederland, Amerika, Curaçao, whatever komen. Daar hebben we juist geen gevallen. En dat heeft te maken met het feit dat die mensen meestal als ze in het buitenland zijn en ze weten dat ze naar Suriname moeten komen, dat ze zichzelf al behoorlijk afzonderen. Ja. Dus dat is tot nu toe altijd goed gegaan. Een enkele keer is dat gebeurd dat we bij iemand op de dag van repatriëring COVID gevonden hebben. Maar dat zijn heel weinig van de honderden mensen die in quarantaine zijn vanuit de repatriëring. Daar hebben we geen gevallen. Maar het zijn de mensen die wij dus... die illegaal de grens oversteken en zelfs daar valt het mee. Het zijn vooral de contacten van mensen die we positief getest hebben, waar er nog positieve gevallen uit voortkomen. En als we het nieuws volgen, het buitenlands nieuws, dan zien we ook dat vooral in Brazilië de zorgsector dat ding niet meer kan beheersen. Exact, ja, toch? En dat is precies wat wij hier proberen te voorkomen. We hebben nu vrij veel mensen in isolatie, in ziekenhuizen opgenomen. En er zijn ook al iets meer mensen op de intensive care opgenomen. En het streven is om dat aantal zo beperkt mogelijk te houden. En dat kunnen we alleen maar bereiken door de regels die je van de overheid krijgt, die elke dag worden afgekondigd, door die te volgen. Ja. Gewoon blijf thuis, ga niet op bezoek bij tante, oom, heb geen feestjes en ga niet naar begrafenissen. Ja. Want ik bedoel, elke meeting van een heleboel mensen, als er hoeft maar één bij te zijn, en die brengt het over op een aantal anderen. Dus begrafenissen, sorry, daar moet je nu wegblijven. Kerkdiensten, dat moet je wegblijven. Je kan misschien een kerkdienst houden met 10 mensen, die heel ver uit elkaar zitten, maar kerkdiensten met tientallen mensen, dat moet je even niet doen. Ja, maar de vraag van Brazilië, moeten we dan niet, heeft die overheid die maatregelen in plaats? Want ik denk dat je, als de autoriteiten in Brazilië het niet meer kunnen containen, weten we hebben een link met Brazilië dat mensen over de grens komen, u gaf het eerder aan. Hoe prepared is de overheid? Well, we are prepared as we can be. Kijk, ideaal zou zijn als je met radar je zee grenzen zou kunnen screenen. Nou, dat hebben we niet. Dus als het in de vroege ochtend of late avond een beetje mistig of donker is, kunnen er altijd bootjes binnenkomen. Dus wij zullen gewoon, en dat hebben we 4, 5 grote rivieren die echt zo op zee uitkomen. Dus het is heel moeilijk, het is echt een uitdaging. Ik denk zelfs dat we dat niet kunnen met onze beperkte manschappen, om al die riviermondingen af te sluiten of zodanig te bewaken dat er niemand binnenkomt. Dus dat gaat niet kunnen. Dus wij moeten hulp hebben van de bevolking. Wij moeten de mensen aanmoedigen om niet te accepteren dat zij weten dat er iemand uit het buitenland komt en denken van nou weet je wat, het is een familielid of het is een vriend van mijn tante. Ik ga daar niks over zeggen. Wij hebben een verantwoordelijkheid om mensen die illegaal het land binnengekomen zijn, die te melden en te zeggen van die persoon moet kennelijk in quarantaine. Als wij dat niet doen, dan werken we zelf mee aan onze ondergang. Dus de mensen hebben... En kijk, wij zullen zelfs ook de Braziliaanse gemeenschap moeten informeren van jij bent Braziliaan, maar je woont in Suriname. Zorg dat er niet iemand uit Brazilië, een tante, een neef of oom, bij jou komt en zegt van weet je wat, ik zal maar niks zeggen, want anders gaan ze weet ik veel wat. Daarmee breng je jezelf in gevaar, maar ook de hele samenleving. Dus wij moeten er heel bewust van zijn dat we de situatie in Suriname tot voor kort heel goed onder controle hadden. En we hebben alle vertrouwen dat wat er nu gebeurt, dat we dat ook weer onder controle krijgen. Maar dat kunnen we niet doen zonder de medewerking van de samenleving. De mensen moeten heel goed weten hoe je COVID bestrijdt. Dat is niet iets van de overheid of de dokters. Het is iets dat we samen moeten doen. Als we niet met z'n allen weten hoe je het bestrijdt, dan gaan we de strijd verliezen. Okay. En is het aantal IC-plaatsen genoeg? Want je zou er wellicht van kunnen uitgaan dat 34 besmettingen en alle 34 zijn op IC. Nou, dat is zeker niet zo. Gelukkig is de meerderheid van de patiënten is nauwelijks ziek. Dus die hoeven niet op de IC.
Sommigen hoeven zelfs niet in een ziekenhuis opgenomen te worden. En dat is iets waar we over moeten praten nog. Maar ze moeten in ieder geval uit de samenleving gehaald worden, zodat er in ieder geval geen verspreiding meer plaatsvindt. Aan de andere kant zeg ik, er liggen nu nog, ik denk, 5 of 6 mensen op de intensive care. Wij hebben enkele tientallen intensive care plaatsen, maar er is tot nu toe geen enkel land geweest in de wereld dat op de top van de outbreak voldoende intensive care plaatsen heeft gehad. Dus, is er dan een plan B? Nou, een plan B is, kijk, plan A is, voorkom dat je een massale spreiding krijgt. Want kijk, plan B is uncontrollable. Kijk, in Nederland heeft men het aantal IC-plaatsen tot bijna 2400 kunnen uitbreiden. Ik denk dat als wij het stretchen, dat we misschien naar 80 kunnen. Maar veel meer zit er niet in, want het gaat niet alleen om het bed. Het gaat om het personeel. Ja. Toch? Dat het moet, de mensen moet behandelen. Dus voor ons is het bijzonder belangrijk om te voorkomen dat we dat punt bereiken. Omdat je anders situaties gaat krijgen die er in sommige landen ook geweest zijn. Ja. Waar mensen inderdaad, ja sorry, er is geen IC-plaats. Blijf maar thuis en neem daar maar afscheid van je geliefden. Ja. Die situatie is niet ondenkbaar. Ja. Maar dat moet ons niet paniekerig of maken of tot vluchtgedrag leiden. Dat moet alleen maar ervoor zorgen dat we met z'n allen er hard aan gaan werken dat die situatie niet ontstaat. Ja, ja. En ja, we hebben begrepen in het nieuws dat ook toppersonen ook in de zorg begrepen dat er ook een arts besmet is. Mm-hmm. Klopt dat? Ik wil niet over personen praten. Want het zijn zo'n kleine samenleving. We weten dat er zijn een heleboel bekende of belangrijke mensen besmet. Maar let's not talk about that. Er zijn Surinamers geïnfecteerd en let's leave it there. Oké, mooi. En ja, misschien de mensen, vele mensen, ja, die indruk heb ik tenminste, zien het nog als een ver van mijn bedshow. Misschien als infectioloog kunt u even het beeld schetsen, als je besmet bent geraakt, wat je allemaal meemaakt. Nou, als je de verschijnselen tenminste vertoont. Ja, kijk, een deel van de mensen heeft helemaal geen verschijnselen, überhaupt niet. Die zijn vaak verbaasd als ze om een of andere reden toch positief bevonden worden. En de verschijnselen die kunnen optreden, die kunnen van heel mild tot heel ernstig zijn. Er zijn mensen die bijvoorbeeld alleen maar merken van, ik ruik niet zo goed. Dat kan het enige verschijnsel zijn. Of ik proef mijn eten bijna niet. Het lijkt alles alsof alles smaakloos is. Dat kan een verschijnsel van een COVID-19-infectie zijn. Het is niet heel specifiek, want verlies van reuk en smaak treedt ook wel eens op bij andere virusinfecties. Maar in deze tijd is dat een reden om in ieder geval alarm te slaan voor jezelf. Of in ieder geval te vragen om een onderzoek. Want wij willen iedere geïnfecteerde willen wij detecteren. Die willen we kennen. Omdat wij willen voorkomen dat die persoon het ongemerkt aan anderen doorgeeft. Dus het is belangrijk dat de mensen de verschijnselen kennen. Koorts, dat hebben de meeste mensen, maar ook niet alle mensen. Hoesten kan, niezen kan. Er zijn ook mensen die alleen maar diarree krijgen. Maar belangrijk is dat je moet, en dat wordt steeds moeilijker, kijken in hoeverre je in contact geweest bent of bent geweest met iemand die uit het buitenland gekomen is of iemand die COVID gehad heeft. Maar aangezien er nu zoveel mensen in de samenleving zijn die eigenlijk niet naar het buitenland geweest zijn en die misschien contact hebben gehad met iemand die nog niet gediagnosticeerd is als COVID, hebben wij nu iets van, we moeten heel laagdrempelig de mensen vragen om bij het optreden van deze verschijnselen zich te melden, zodat we kunnen onderzoeken wat het is, met het doel ze te isoleren. En hoe veilig is het dragen van een mond- en neuskapje, want ik begrijp van, er wordt geadviseerd, maak eentje dan van tenminste katoen. Of ik zie verschillende modellen nu in de samenleving, je hebt de chirurgische mes en dergelijke. Hoe veilig is het dat je niet besmet raakt? Nou kijk, ik denk dat, kijk, als je buiten rondloopt, gewoon in de open lucht, dan heb je niet echt een mondmasker nodig. Want daar is er zo'n enorme verdunning van lucht. Belangrijk is dat je ook buiten een beetje afstand houdt.
ik kan me voorstellen dat als je naar een hele drukke supermarkt gaat, waar er tientallen mensen in lopen, wat liever niet moet, men zou het aantal mensen in de supermarkt moeten beperken, dat je dan, je bent in een relatief gesloten ruimte, dat je dan een mondmasker op hebt. Of als je op plekken bent waar je noodgedwongen vrij veel mensen bij elkaar hebt, dat je dat op hebt. En dat mondmasker moet je denk ik altijd dragen als je bijvoorbeeld hoest of griepverschijnselen hebt en je per se het huis uit moet. Ja. Maar ook als je thuis bent en je hoest en niest, moet je afzonderen van je huisgenoten. En voor zover je op enig moment van de dag je niet echt kan afzonderen, dan is het handig om de mondmasker te dragen. Ik denk dat we qua mondmasker vooral nu moeten focussen op dat mensen, want daar is het ook het meest efficiënte in, dat mensen die symptomen hebben, dat die zich uit de samenleving houden, dat ze zich afzonderen. En dat als dat niet kan, als ze per se ergens naartoe moeten, dat zij dan op zo'n moment een mondmasker dragen. Okay. En dan maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit welk mondmasker je draagt. Elke bescherming vermindert de overdracht naar een ander. Maar wat bijzonder belangrijk is, en daar wil ik vooral de samenleving wijzen. Kijk, er zijn chirurgische mondmaskers, er zijn N95 mondmaskers. Het is belangrijk dat die voor de gezondheidszorg gereserveerd worden. Ja. Want ze zijn heel beperkt. Als mensen op straat, en dat zie ik helaas, de mondneusmaskers gaan gebruiken die bedoeld zijn voor de gezondheidszorg, dan is er op een gegeven moment niet meer. En dan leidt de zorg erom. Dan word je ziek, maar je wordt niet behandeld, want de zuster of de dokter, die kan zichzelf niet beschermen. En je kan niet verwachten dat iemand jou komt helpen. En zichzelf in gevaar zijn. In gevaar, want het gevaar is groot. Ja. Als je iemand gaat behandelen die COVID heeft, dan is de kans heel groot dat je geïnfecteerd raakt als je jezelf niet beschermt. Dus om te zorgen dat de mensen zorg kunnen verlenen, moet je ervoor zorgen dat er altijd mondmaskers beschikbaar blijven voor die mensen. En moeten we nog meer positieve gevallen verwachten? Nou, ik denk van wel. Het is zo'n outbreak die eindigt natuurlijk nooit abrupt. Bovendien zijn we nu in een nog hogere staat van alertheid. Want alle gevallen die wij hebben ontdekt, daarvan gaan wij de contacten nu actief tracen. En die plaatsen we in quarantaine. Maar als die contacten al symptomen hebben, dan gaan ze niet alleen in quarantaine, maar worden ze ook geswapt om te kijken of ze verschijnselen hebben. Dus, en daaruit zullen ongetwijfeld wel wat nieuwe gevallen komen. Dus dat we nu een heleboel gevallen krijgen, is niet meer dan logisch, want dat zijn de contacten van de mensen die positief bevonden zijn. Maar als je dat heel voortvarend doet, dan neemt dat op een gegeven moment ook weer af. Oké. Okay. Dank u wel, dokter Vrede, voor uw komst naar de studio. We hopen dat we met z'n allen deze gevreesde ziekte kunnen containen. En dat we snel uit deze situatie zullen geraken. Alhoewel, men praat altijd van een nieuwe normaal. Dus het zal nooit meer hetzelfde zijn in de wereld en in Suriname. Dat vrees ik ook. Ja. Ja. Dank u wel. Ja, dat is. En dat was dokter Steffen Vrede en hij is infectioloog. En heeft het allemaal gehoord. De stijging van het aantal gevallen, het was verwachtbaar. Maar we moeten niet in paniek geraken. Maar we moeten gewoon de aanwijzingen van de overheid stipt opvolgen. En als u in een grote menigte gaat, zoveel mogelijk jezelf beschermen. Mond- en neusmasker op. En liever de chirurgische maskers, de maskers die speciaal voor de zorg zijn bestemd, die maskers niet gebruiken. Want anders heeft de zorg zelf ook niet meer. En was vooral je handen. Die oude maatregelen blijven nog steeds van kracht. Was nog altijd je handen met zeef. Reinig je handen. Als je moet niezen of hoesten, doe het in je elleboogholte. En ja, houd die afstand. Altijd. Nog een tak in smafissie, maar houd die afstand. Als mensen 2 meter van elkaar staan, kunnen we onszelf heel goed verstaan. En als je niet uit huis moet, als je niet echt moet gaan werken, nogastrati, blijf thuis. En zo bescherm je jezelf en ook anderen. Ik wens u een hele fijne dag verder en tot morgen. Dag.